Goedemorgen, welkom bij een nieuwe webinar. Dit gaat over ArcGIS 10.5. Mijn naam is Ernst Eikenboom. Ik ben productconsultant bij SRI en ik neem u vanochtend mee in de nieuwe mogelijkheden van ArcGIS 10.5. Goed, wat wil ik behandelen in dit webinar? Aantal zaken. Uiteraard 10.5. Daar zal vooral de nadruk liggen op het servergedeelte. Dus desktop komt wat minder aan bod hier. Ik wil even wat vertellen over een naamswijziging die plaats hebben gevonden met de komst van 10.5. Daarna kort wat over desktop. En vervolgens gaan we het hebben over de server. En daar zal onder andere Insights en Geoanalytics aan bod komen. Goed, naamswijziging. Laten we daar eerst mee beginnen. Zijn wat kleine wijzigingen, maar aardig om te weten dat vanaf nu, vanaf 10.5, de desktopomgeving qua naam veranderd is van ArcGIS voor desktop naar ArcGIS desktop. En dat de naam ArcGIS voor server, die hebben een compleet nieuwe naam gekregen. Dat heet voortaan ArcGIS Enterprise. Wat daar precies in zit, dat zal ik dadelijk gaan vertellen. Gaan we eerst naar desktop toe, ArcGIS desktop. Dat bestaat uit twee software componenten. Eerste het vertrouwde ArcMap, 10.5 in dit geval. En daarbij het nieuwe softwareproduct ArcGIS Pro, wat ook een nieuwe versie is uitgekomen. En dat zit nu op 1.4. En we zien aan de rechterkant zeg maar, het plaatje van het hele ArcGIS platform. En desktop positioneren zeg maar, aan de linkerbovenkant in de categorie van apps. Maar de desktop omgeving is onderdeel van het platform. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld data die via webservices beschikbaar worden gesteld, gebruikt kunnen worden onder andere in ArcGIS Pro en in ArcMap. Dus aan deze kant, aan de linkerkant, staat zowel ArcMap als ArcGIS Pro. Dus als we praten over ArcGIS Desktop nogmaals, dan is het ArcMap en ArcGIS Pro. Eerst kijken naar ArcMap. Wat is er nieuw in ArcMap 10.5? Eigenlijk kan je zeggen dat het voor ArcMap een vrij kleine release is. En dat betekent dat er geen grote nieuwe veranderingen zijn gekomen. Wat bijvoorbeeld ziet is tools die in ArcGIS Pro erbij zijn gekomen in 1.2, 1.3, dat een aantal van die tools ook doorgecijpeld zijn naar ArcMap. En een daarvan is bijvoorbeeld de classifier lastbuilding, lastdata om te zetten naar gebouwen. Je ziet hier in het plaatje aan de linkerkant een luchtfoto en aan de rechterkant een lastdataset zeg maar, die geïnterpreteerd is. En in het rood worden automatisch de gebouwen gedetecteerd. Zo zijn er nog een aantal andere tools die nieuw zijn in ArcMap. Daarnaast in ArcMap 10.5 zijn een aantal bugfixes hebben plaatsgevonden. Compatibiliteit met OS is geüpdate. Dus daar zijn allemaal wat kleine onderhoudse veranderingen om ArcMap ook voor de komende jaren goed te laten werken. Maar de focus ArcGIS Desktop ligt toch op ArcGIS Pro. En dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen alleen maar plaats zullen vinden in ArcGIS Pro. En dat ArcMap er ja, zeg maar met kleine releases, met kleine bugfixes achteraan hobbelt als het ware. Wat betekent dat voor de huidige versie ArcMap 10.5? In principe gewoon, net als met 10.4 en 10.3, dat er een zesjarige cyclus voor geldt. Dat betekent dus dat tot en met 2022 ArcMap 10.5 volledig ondersteund gaat worden. We komen bij ArcGIS Pro uit, 1.4. ArcGIS Pro heeft nog zijn eigen nummering. En daar zien we wel een aantal nieuwe functies erbij komen. Functies die zelfs niet in ArcMap beschikbaar zijn geweest en ook niet zullen gaan komen. We zien bijvoorbeeld multi-patch editing. De mogelijkheid om in 3D te kunnen editen en bijvoorbeeld een gebouw te kunnen gaan configureren. Andere nieuwe optie is bijvoorbeeld de ortomapping, waar u op basis van eigen luchtfoto's, bijvoorbeeld uit een drone, zelf een ortofoto kunt maken. Daarnaast zien we in ArcGIS Pro een aantal dingen die al wel in ArcMap zaten, maar nog niet in ArcGIS Pro, die nu wel beschikbaar zijn in de 1.4 versie. Waardoor zeg maar, de functionaliteit
gap die er was tussen ArcMap en ArcGIS Pro steeds kleiner wordt. Een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het kunnen omgaan met dynamische agenda's. Dat is met name handig als je meer kaart gaat maken, kaartproducties gaat uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld een standaard onderdeel nu van de ArcGIS Pro geworden. Er zijn allerlei nieuwe analysefuncties erbij gekomen. Daar kom ik dadelijk op terug als we richting de server gaan. In zowel 2D als 3D heb je de mogelijkheid om naast een timeslider, om door de tijd heen je data te visualiseren, ook een zogenaamde range slider te gebruiken. Het voorbeeld wat we in het plaatje linksonder zien is bijvoorbeeld dat je verdiepingen op die manier heel eenvoudig kan afpellen en kan zien. Dat kan met verdiepingen, maar dat kan in principe met iedere attribuutwaarde die in je dataset zit, kan je gebruiken. Het zou een pH-waarde kunnen zijn of een temperatuur die je door de tijd heen wilt gaan bekijken. Het tijd en een range-waarde die je kan aanpassen. Een andere nieuwe functie die nog niet in Pro zat, is bijvoorbeeld om op basis van 3D-data, bijvoorbeeld het AN, om een profielgrafiek te maken. En dat zien we dus rechtsonder staan. Ja, er zijn een aantal nieuwe dingen die in ArcGIS Pro zitten, maar er is nog veel meer beschikbaar. Ik zou adviseren om voor alle nieuwe zaken op de website te kijken en de diepte in te kunnen gaan om te kijken wat er specifiek voor uw wensen aanwezig is. Wat wel belangrijk is om te weten, dat wat ik bij ArcMap ook al aangaf, ArcGIS Pro is de toekomst voor desktop GIS. Dat betekent alle nieuwe ontwikkelingen die nu plaatsvinden, vinden gewoon in ArcGIS Pro plaats. Dus ArcMap en ArcGIS Pro blijven naast elkaar bestaan de komende jaren, maar je zal zien dat de gap tussen ArcMap en ArcGIS Pro kleiner wordt en dat er veel meer nieuwe functionaliteit alleen maar beschikbaar gaat komen in ArcGIS Pro. Hier zien we dus een aantal voorbeelden van die in ArcGIS Pro 1.4 aanwezig zijn. Goed, dan gaan we naar de serverkant toe. En tot de huidige versie 10.4 spraken we over ArcGIS voor server. En vanaf 10.5 heet het product ArcGIS Enterprise. Ik wil even kort meenemen in de productevolutie van ArcGIS Enterprise. Eind jaren 90 van de vorige eeuw begonnen we met een product dat heette MapObjects IMS, Internet Mapping Server. Daarna kwam ArcView IMS als logische opvolger. Net vervolgens, het stokje werd overgenomen door ArcIMS. En gelijktijdig de mogelijkheid om data in database, relationele database op te slaan. Om geografie in een relationele database op te slaan, bijvoorbeeld in een Oracle database, kwam het product ArcSD beschikbaar. Dat werd, daarna werd dat opgevolgd door ArcGIS Server. En ArcGIS Server bevatte zowel de webserver functionaliteit die ArcIMS in zich had, als de database functionaliteit die ArcSD in zich had. Dus we hadden toen één product. Vervolgens kwam de volgende versie en dat werd ArcGIS for Server genoemd. Steeds meer functionaliteit kwam er beschikbaar. Ook de mogelijkheid om gegevens te delen via een portaal. En door deze nieuwe toevoeging dekt de naam de lading eigenlijk niet. ArcGIS for Server is eigenlijk een te eng begrip eigenlijk voor wat de mogelijkheden van het serverproduct zijn. Dus vandaar dat met de komst van 10.5 het product hernoemd is naar ArcGIS Enterprise. Dus als we het plaatje er weer bij pakken van het platform, dan bestaat ArcGIS Enterprise eigenlijk uit een aantal componenten van deze plaat. De onderkant, de robuuste onderkant, waar de servertechnologie aanwezig is om data op te slaan in een database, in een relationele database bijvoorbeeld, om daar webservices van te maken. Maar ook om zeg maar content vanuit andere systemen, bijvoorbeeld vanuit ArcGIS Online, aan je gebruikers toe te kennen, toe te wijzen, zodat ze daar gebruik van kunnen maken in de apps die we aan de bovenkant zien staan. We hebben net al even naar desktop gekeken met ArcMap en ArcGIS Pro. Maar andere apps die zeg maar op dit platform werken, zijn allerlei webapplicaties. En die webapplicaties zijn voor een groot deel ook onderdeel van ArcGIS Enterprise. Dus vanuit de portal worden dit soort webapplicaties aangeboden. En tenslotte heb je de mogelijkheid om je gegevens, je webmaps bijvoorbeeld, ook mee te nemen in het veld. En dat kan met native apps zijn die op iOS of Android draaien of op Windows draaien. Om bijvoorbeeld inspecties in het veld te doen. En die gegevens weer
via het portaal door te sluizen naar de onderliggende databases. Wat er nieuw is in ArcGIS Enterprise 10.5 is dat het nu mogelijk is om te kunnen samenwerken tussen verschillende portalen. In de 10.4 versie was het eigenlijk niet mogelijk om, als je als organisatie één of meerdere portalen had, om gegevens eenvoudig met elkaar uit te kunnen wisselen. Met de komst van ArcGIS Enterprise 10.5 is dat wel mogelijk. Er is mogelijk om een bepaalde groep te delen tussen verschillende organisatiedelen die gebruik maken van ArcGIS Enterprise. En daardoor kan eenvoudig data bijvoorbeeld van een centrale afdeling gedeeld worden met afdelingen die ergens anders, bijvoorbeeld in de gemeente, zich bevinden. Het plaatje rechtsboven laat zien de city, hè, dus dat is de gemeente, en er zijn een aantal afdelingen die ook een eigen portal hebben. En tussen die verschillende afdelingen wil je gegevens gaan uitwisselen. Nou, door deze manier van delen kunnen zowel apps als maps als layers en data tussen portalen die elkaar vertrouwen worden gedeeld. Dat geldt voor maps en apps dat die gerepliceerd worden, dus daar wordt een kopie van gemaakt. Layers of webservices, daar wordt een referentie naartoe gezet, zodat data zelf niet gekopieerd hoeft te worden. Dit replicatiemechanisme tussen verschillende onderdelen, verschillende portalen, dat kan direct gebeuren, dus automatisch, zodra de nieuwe informatie beschikbaar is. Maar dat kan ook op vaste momenten zijn. Stel, iedere nacht wil je dit synchronisatieproces gaan uitvoeren. Kern van deze samenwerking is beveiliging. Dus het kan niet zo zijn dat een willekeurige organisatie met een portal connectie maakt met jouw eigen portal. Er moet een wederzijds vertrouwen zijn tussen deze twee portalen. Even een voorbeeld. We hebben aan de linkerkant een afdeling die ArcGIS Enterprise heeft met een portal ingericht. En aan de rechterkant hebben we afdeling B die ook een portal in een huis heeft met zijn eigen informatie. In principe zijn dat twee strikt gescheiden portalen waar ieder zijn eigen user management in heeft, zijn eigen apps in heeft. Maar soms kan het handig zijn om bepaalde informatie met elkaar te gaan delen. Daarvoor kan er een zogenaamde workspace worden gedefinieerd, waar deze twee afdelingen met elkaar gaan samenwerken. Deze samenwerking kan twee kanten op werken. Het kan zijn, zoals in dit geval, dat afdeling B informatie, dus webmaps en services, deelt in deze workspace. En dat vervolgens afdeling A deze gegevens gaat gebruiken. Dus het kan een eenweg zijn, maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de afdeling A, die bijvoorbeeld een groep heeft met onderhoud van wegen, puur het onderhoud bijhoudt en de afdeling B puur de wegafsluiting. En dan kan dat een eenrichtingsverkeer zijn. Het kan ook zijn dat deze twee groepen beide informatie met elkaar delen, zodat ook afdeling A nieuwe informatie deelt met afdeling B. Er verschillende scenario's zijn ervoor voor mogelijk. Goed, dan wil ik even wat dieper ingaan op ArcGIS Enterprise. Wat is dat nou precies? Voorheen hadden we gewoon het oude vertrouwde ArcGIS voor server. Nu heet het ArcGIS Enterprise, maar welke softwarecomponenten vallen hieronder? Eerste is ArcGIS Server. De servercomponent wat ervoor zorgt dat we webservices kunnen maken. Tweede softwarecomponent is de portal voor ArcGIS, waarmee het beheer van gebruikers, beheer van groepen en ook de apps worden geregeld. Ten derde hebben we de ArcGIS Data Store. Daar hebben we alle items opgeslagen en worden hosted feature services meegemaakt, die door het portaal gebruikt worden om te delen met gebruikers binnen dit portaal. En tenslotte een webadapter die ervoor zorgt dat de informatie gedeeld kan worden met de rest van de organisatie. Is dat nieuw? Nee. Al deze componenten bestonden ook al voor 10.5. Onder de vlag van ArcGIS voor Server hadden we exact dezelfde producten. Wat nieuw is in ArcGIS Enterprise is dat deze vier softwarecomponenten, dus de ArcGIS Server, de Portal, de Data Store en de webadapter, bij elkaar een base deployment worden genoemd. Dat is eigenlijk een essentieel onderdeel om te kunnen werken met een webGIS. Zonder deze vier componenten is het lastig om de nieuwe functionaliteit die ArcGIS Enterprise 10.5 aanbiedt, om daar gebruik van te maken. Dus dat betekent eigenlijk
Dus langzaam maar zeker, als u overgaat van uw 10.3 of 10.4 omgeving naar 10.5 en wilt u volledig gebruik maken van het platform, dat u deze deployment moet uitrollen. Dus niet alleen de oude vertrouwde ArcGIS server, maar ook de portal, de datastore en de bijbehorende webadapter. En door deze base deployment uit te rollen, wordt in uw eigen infrastructuur WebGIS volledig ondersteund. En ArcGIS Enterprise is eigenlijk de tegenhanger van ArcGIS Online. ArcGIS Online draait in de cloud, ArcGIS Enterprise draait in je eigen infrastructuur. En deze base deployment is echt essentieel onderdeel van WebGIS. Nieuwe functionaliteiten die ArcGIS Enterprise zullen gaan krijgen, zullen alleen maar mogelijk zijn als een base deployment is geïmplementeerd. En zo'n base deployment kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. De meest eenvoudige is door alles op één machine te installeren. Maar verwacht u veel gebruikers, veel data en dergelijke, dan verdient de aanbeveling om die base deployment over twee of meerdere machines te gaan verdelen. En zo kunt u bijvoorbeeld de portal op een aparte machine zetten, de server op een aparte en de datastore op een aparte machine. Zodat zeg maar traffic wat binnenkomt op de portal geen invloed heeft op de data die in de database wordt gestopt. Nou, hier zijn allerlei varianten in mogelijk. Vanaf ArcGIS Enterprise 10.5 introduceren we ook zogenaamde serverrollen. De eerste rol is, waar we het net al over hadden, de GIS-server. Die ervoor zorgt dat we webservices kunnen maken. De tweede serverrol die 10.5 heeft, is de ArcGIS GeoVent server. Tot 10.5 was dit een aparte extensie. Vanaf 10.5 noemen we dit een zogenaamde serverrol. GeoVent is wel een aparte rol en dat betekent dat die niet standaard in de base deployment aanwezig is. De derde serverrol die we onderscheiden is de ArcGIS Image Server om te gaan met rasterdata. Want dit is een additionele serverrol. En de vierde rol die ik wil benoemen is de nieuwe ArcGIS GeoAnalytics Server, waarmee het mogelijk is om in een gedistribueerde omgeving vectoranalyses te kunnen doen. Goed, als we even bij de ArcGIS GIS-server stilstaan. Wat zijn daar de kenmerken van? Het beheer van je geodatabase, wat we vroeger zeg maar, met ArcGIS-D deden, dat is hier onderdeel van. We kunnen webservices publiceren. Webservices, feature services, maar ook bijvoorbeeld geoprocessing services. Feature services kunnen we ook gebruiken om bijvoorbeeld te gaan editen in een webomgeving. Dus dat zijn de componenten van de ArcGIS GIS-server. Als we naar de tweede serverrol kijken, ArcGIS GeoVent server, die is bedoeld om met real-time data te gaan werken en die te publiceren. Real-time data die binnen kan komen via allerlei sensoren, weersensoren, verkeerssensoren, social media sensoren, die verwerkt worden door de GeoVent server en vervolgens geprocessed worden en de data op wordt geslagen in een datastore. Data kan via geofences ook gefilterd worden, hè, zodat je alleen maar data die in een bepaald gebied voorkomt naar de eindgebruiker toe stuurt. Werken met heel veel data, met real-time data, dan is het ook handig om zogenaamde stream services te maken. Die zorgen ervoor dat de automatisch actuele posities van objecten, van sensoren, op de kaart worden getoond. De derde rol, de ArcGIS Image Server. Die is bedoeld om dynamische image services te maken. Dat kan gebaseerd zijn op satelliet, luchtfoto's, grote hoeveelheden data. En die kunnen on the fly allerlei processen uitvoeren, bijvoorbeeld om daar een dynamische mozaïek van te maken. Het nieuwe aan ArcGIS Image Server is dat dit in een gedistribueerde omgeving kan plaatsvinden. Dat betekent dat de Image Server niet per se op één aparte machine hoeft te worden uitgerold, maar kan uitgerold worden over meerdere machines om de rekenkracht daarvan te gebruiken.
zoals het even in plaatjes weergeven. Het uitvoeren van rasteranalyses konden we ook al in 10.5. On the fly het uitvoeren van analyses op deze data. Vastleggen in modellen, geoprocessing modellen, die bijvoorbeeld ook gepubliceerd kunnen worden via de ArcGIS RIS server. Maar nieuw in het hele concept van de ArcGIS Image Server is om dat gedistribueerd te doen. De analyse kan op één machine gedaan worden of op meerdere machines uitgevoerd. En datzelfde kan gebeuren met de opslag van de data. Ook die kan over meerdere machines worden uitgespreid. En tenslotte wordt al de data als WebGIS layers beschikbaar gesteld weer in het portaal. Zodat iedereen binnen de organisatie hier direct gebruik van kan maken. Dan komen we bij de vierde rol uit. De vierde serverrol. ArcGIS GeoAnalytics Server. Dat is een nieuwe serverrol binnen het platform. Het is een nieuwe manier om met spatial temporal big data om te gaan. Dus data die ruimte en tijd component in zich heeft. Vaak zijn dit soort datasets vrij groot en zal het op een lokale desktop machine vrij lang duren voordat dat soort analyses worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van de ArcGIS Analytics Server kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die een gedistribueerde omgeving biedt, zowel voor de analyse als de opslag van de data. De eindgebruiker die kan met GeoAnalytics werken door middel van tools die beschikbaar zijn in de webviewer, in de portal, maar dezelfde tools zijn ook beschikbaar in de ArcGIS Pro applicatie. Dat zijn de nieuwe GIS-analyse functies waar ik het eerder over had. Voor ontwikkelaars is de mogelijkheid om met de REST API aan de slag te gaan en rechtstreeks met de services te kunnen praten. De GeoAnalytics server is ontwikkeld om te gaan met grote hoeveelheden data, big data. Maar dat hoeft niet per se. Het kan ook met uw bestaande data gebeuren. Dus heeft u data die al in een feature service bijvoorbeeld zit, ook die zullen profijt hebben van deze nieuwe server, van deze nieuwe GeoAnalytics server. Ook hier heb ik aan de onderkant wat plaatjes staan. Hè. Dus uiteraard kunnen en konden we al met ArcGIS Server allerlei geoprocessing modellen publiceren en gebruiken in je webomgeving. Maar nieuw is dus het gedistribueerde gedeelte. Door de rekenkracht te verdelen over één of meerdere server nodes kan daar de rekencapaciteit enorm van worden uitgebreid. En dataset met tientallen, honderden, miljoenen records moeten daardoor geen probleem opleveren voor GeoAnalytics om dat snel te kunnen uitvoeren. En ook hiervoor geldt weer dat de resultaten van een analyse die met GeoAnalytics gedaan worden, direct worden weggeschreven als WebGIS layer. Dus samenvattend kunnen we zeggen dat met ArcGIS GeoAnalytics nieuwe problemen kunnen worden opgelost. Problemen die bijvoorbeeld met grote hoeveelheden data, met miljoenen en miljoenen records, nu eigenlijk in een desktopomgeving niet uit te rollen zijn, die kunnen nu eenvoudig geanalyseerd worden. Dus verwerking die tot heden maanden of weken duurde, kunnen teruggebracht worden naar dagen, uren of zelfs minuten. Dat is de grote kracht van GeoAnalytics. Nou, als we over GeoAnalytics praten, over wat voor tools zijn er dan beschikbaar? Niet alle tools die u nu kent in uw toolbox zitten ook in GeoAnalytics. Bij de 10.5 release gaat het vooral om functies om van veel data naar geaggregeerde visualisatie te komen, naar geaggregeerde analyses te komen. Dus het samenvatten van data door middel van het aggregeren van punten bijvoorbeeld. Hoeveel diefstallen hebben plaatsgevonden in een bepaalde wijk of in een bepaalde gemeente. Die kunnen met de aggregate points tool heel eenvoudig gaan analyseren. En zo zijn er nog een aantal andere tools om data samen te vatten. Er zijn ook functies om patronen te herkennen, om analyses daarop uit te voeren. Bijvoorbeeld om een density uit te voeren of om hotspots te vinden.
Ook het uitvoeren van buffers is een functie die in de Geoanalytics Toolbox aanwezig is. Ik wil even één functie eruit halen, dat is de Spatial Join. Functie die ook in de desktopomgeving aanwezig is om bijvoorbeeld punten te koppelen aan vlakken. Dat levert bijvoorbeeld polygonen op waar de waarde aan hangt hoeveel punten er in een bepaald polygoon zich bevinden. Als we echt over big data praten, dan zal heel snel de factor tijd een rol gaan spelen. Ik bedoel, bepaalde events die vinden niet allemaal op hetzelfde moment plaats, maar vinden door de tijd heen plaats. Per maand, per week, per dag vinden dat soort events plaats. We kunnen dan aggregeren door de hele tijdlijn heen, maar we kunnen het ook per maand doen of per week gaan aggregeren, zodat je per week, per maand een nieuwe resultaat polygoon gaat krijgen. En daardoor patronen in de tijd gaat krijgen. Ja, wat ik al net aangaf is dat de Geoanalytics tools die zijn beschikbaar via de REST API. Nou, we zien hier een lijstje staan. Voor de gebruikers die met de Portal Viewer werken, vinden dezelfde functies in de user interface terug onder het knopje analyses. En datzelfde geldt voor mensen die met ArcGIS Pro werken. Ook daar vinden we dezelfde analyse tools terug. Dus onder het knopje Geoanalytics tools vind je deze functies. Zoals een calculate entity of een reconstruct tracks vind je hier terug. Wat kunnen we nu gebruiken als input voor Geoanalytics? Als je bijvoorbeeld vanuit de webviewer gaan werken, de portal webviewer, daar kunnen we gebruik maken van webservices, feature layers. Maar vanaf 10.5 is het ook mogelijk om met zogenaamde big data file shares te werken. Het kan zijn dat in uw organisatie al data beschikbaar is uit allerlei sensoren die opgeslagen zijn in CSV-bestanden. En zo kan je bijvoorbeeld een folder hebben met per dag of per uur metingen die gedaan zijn. Op het wegennetwerk, of het voorbeeld wat we aan de rechterkant zien, alle scheepvaartbewegingen die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden. CSV-bestanden kunnen als één geheel, als één big data file share worden gezien en als input dienen voor de geoanalytics functies. Het is ook mogelijk om met een connectie te maken naar HDFS of naar Hive toe. En tenslotte is het vanuitje ArcGIS Pro-omgeving ook mogelijk om met lokale data die bijvoorbeeld in de Veld Geodatabase zit te werken. De output van een Geoanalytics functie is in principe altijd een hosted feature service. Die standaard wordt opgeslagen in een big data store, een special temporal data store. Voor één specifieke functie, to create spacetime cube, wordt een zogenaamde netcdf bestand aangemaakt. Het voordeel van netcdf-bestand is dat daar meerdere dimensies in kunnen worden opgeslagen en die we ook in 3D kunnen gaan visualiseren. Wat we aan de rechterkant zien is een voorbeeld van het havenbedrijf Rotterdam, die in de periode van één week de scheepvaartbewegingen in de haven Rotterdam hebben verzameld. Dat levert voor een week al 40 miljoen records op in CSV-bestanden. En die kunnen bijvoorbeeld geaggregeerd worden naar polygonen, naar hexagonen, met een grootte van 500 meter, per dag. Nou, dat levert dus van 40 miljoen records, nu 25 hexagonen per dag op. En die data is veel beter te analyseren, te visualiseren, dan die 40 miljoen records. Hier een ander voorbeeld. Dit zijn vliegbewegingen van vliegtuigen boven het Nederlandse grondgebied. Als je goed kijkt op het linker bovenplaatje, dan ziet u daar de landingsbanen van Schiphol liggen. En ook in de lucht ziet u, zijn er complete snelwegen waar de vliegtuigen overheen bewegen. Ja, ook dit levert heel veel data op. En al die puntdata is vrij lastig te analyseren. En zeker als het over een langere tijd is, zal het ook weer miljoenen en miljoenen records gaan opleveren. En om daar snel analyses uit te kunnen voeren, kun je bijvoorbeeld de data gaan aggregeren. Zoals aan de rechterkant, aan de bovenkant te zien. Of aan de rechter onderkant daar vliegtuigtracks van maken. Dus de richting waar het vliegtuig vandaan komt,
zien we nu prachtig in beeld. Goed, ik wilde wat laten zien van GeoAnalytics. En daarvoor start ik de browser. En hier wil ik een ander voorbeeld laten zien. Ik heb hier een aantal sensoren in het provinciale netwerk van de provincie Zuid-Holland. En voor al deze puntjes, die sensoren zijn, zijn metingen beschikbaar. En voor een periode van 2 maanden, november, december 2016, leverde dat een set met CSV's op, met tekstbestanden, waarin meer dan 100 miljoen records in zaten. En die gegevens kunnen eenvoudig geaggregeerd worden. Nou, hoe kunnen we dat doen met GeoAnalytics? We zien onder het kopje analysis de mogelijkheid om GeoAnalytics functies te kunnen raadplegen. Bijvoorbeeld om de data te summarizen. In dit geval wil ik gebruik maken van de summarize attributes functie. Zodra ik daarop klik, kan ik een input dataset kiezen. Ik ga in het portaal zoeken naar een Big Data file share. Die zien we hier staan. En in die Big Data file share staan 1 of meerdere folders met data. In dit geval is de folder met de tellingen van november en december. Die voeg ik toe als input dataset. Vervolgens worden de velden uitgelezen die in deze dataset zitten. En ik wil gaan samenvatten op basis van sensor ID. In dit geval heet dat het outstation ID. En vervolgens kan ik opgeven over welke velden ik een statistieken wil berekenen. En zo kan ik bijvoorbeeld over de snelheid van de voertuigen die over de sensoren heen gaan, bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid berekenen. En zo kan ik dat voor meerdere attributen tegelijkertijd doen. Vervolgens kan ik het resultaat een bepaalde naam geven. Dus ik noem dit BZH sum. Ik wil dat voor het hele gebied wil ik dat gaan berekenen. Zodra ik op run klik, wordt de analyse op de server uitgevoerd. Dus de analyse vindt niet plaats op mijn lokale viewtje, maar dat gebeurt op de gedistribueerde omgeving plaats. Nou, dit gaat een aantal minuten duren, daar kunnen we niet op wachten. Maar ik wil wel even de achterkant laten zien. Wat gebeurt er nou precies? Daarvoor toon ik even het scherm wat de resultaten weergeeft. Dubbelklik hierop doen. En even in een iets leesbaarder formaat dit proces laten zien. Wat we hier dus achter de schermen zeg maar zien, is wat er gebeurt. Dus alle functies, de Summarize Attributes tool wordt gebruikt. We gaan summarize op het ID en er worden wat statistieken worden vastgelegd op dit geval, in dit geval de snelheid. En vervolgens wordt een output gegenereerd naar een webserver toe, een feature service toe. En vervolgens zien we hier aan de onderkant dat een aantal gedistribueerde taken gaan plaatsvinden om die meer dan 100 miljoen records, om die snel te kunnen verwerken. Zodra ik een check uitvoer, zien we dat hij inmiddels van de 600 taken op 133 zit. Nou, deze tool zal ongeveer 4 minuutjes duren, dus daar gaan we nu even niet op wachten. Maar het resultaat zou iets vergelijkbaar zijn als wat we hier hebben. Dat levert per station aantal records op. En bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid. In dit geval heb ik ook bijvoorbeeld de gemiddelde lengte van het voertuig weergegeven. En als we nu het aantal records tellen, dan zien we dat het 177 miljoen records zijn. Dus die worden in een kleine 4 minuten worden die geaggregeerd naar de verschillende stations toe. Nou, deze tabel kan vervolgens gejoined worden aan de tabel met sensoren. En wat we dan krijgen, is bijvoorbeeld de visualisatie op deze wijze. En als we dan inzoomen, kunnen we bijvoorbeeld per sensor op klikken. Zien dat bij deze sensor bijna 2 miljoen auto's in deze periode gepasseerd hebben met een gemiddelde snelheid en een gemiddelde voertuiglengte. Okay. Een ander voorbeeld, de vliegtuigbewegingen waar ik net over had. Die data wordt
in dit geval met GeoEvent, wordt de data wordt binnengehaald, wordt live binnengehaald. En die gegevens worden hier op de kaart weergegeven en automatisch geaggregeerd naar vierkantjes. En de getalletjes binnen een vierkant geven aan hoeveel vliegtuigen er in een bepaalde periode hier langs zijn geweest. En als je goed kijkt, zie je af en toe wat blokjes een nieuwe waarde krijgen. Dus die worden onder een paar seconden komen nieuwe updates komen binnen. Ook op deze data kunnen we de GeoAnalytics functies loslaten. En zo zouden we bijvoorbeeld de functie kunnen gebruiken om. Even kijken, waar zit hij? Nee, sorry. Ik moet wel even de GeoAnalytics pakken. Is hij nog even? Sorry. Om reconstruct tracks uit te voeren. He, dus op basis van de positie van vliegtuigen kunnen we de tracks gaan berekenen. Nou, dit duurt een aantal minuten, dus dat zal ik nu niet live uitvoeren. Maar het resultaat kan er bijvoorbeeld uitzien zoals hier op de kaart getoond wordt. Nou, het zijn er nu iets te veel om op de kaart te tonen. Maar we kunnen met een timeslider, want ook hier zit de tijdcomponent in, kunnen we heel eenvoudig zeg maar, de bewegingen per uur. In dit geval wordt die per uur wordt weergegeven, zien hoe de vliegtuigen binnenkomen op Schiphol en weer verdwijnen. Dus zo kan je van heel veel data naar data komen waar je wat aan hebt. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld een lijn aanklikken en zien we hier bijvoorbeeld een bepaalde vlucht staan. Even een andere pakken. Hier eentje pakken. Dit is de EZI 1310 bijvoorbeeld die hier vertrokken is op 1 maart. Het derde voorbeeld wat ik wil laten zien is het voorbeeld met de AIS-data. Ook hier kunnen we met de tijdscomponent na een aggregatie de data veel beter analyseren. Dus in dit geval is dat niet per uur, maar bijvoorbeeld per dag kunnen we dat gaan weergeven. En zo krijg je een veel beter beeld zeg maar, van wat we te zien krijgen. In dit geval wordt de data de gemiddelde snelheid van de schepen getoond. Dus zodra ze de nieuwe maatweg hebben verlaten, dan gaat de snelheid omhoog. Maar heel even terug om te kijken of het resultaat inmiddels klaar is. Ja, we zien inderdaad dat de tabel getoond is. En heel even kijken hoe lang die daarover gedaan heeft. Dus check nog een keer de job. We zien dat het resultaat nu beschikbaar is. En nou, we zien inderdaad in krap 4 minuten heeft hij dus die 177 miljoen records geaggregeerd naar 219 sensoren. En om het toch even te bewijzen, kunnen we deze nog even openen, de count en de statistieken. En we zien inderdaad 177,5 miljoen records zijn geaggregeerd. Wat voor de webomgeving geldt ook voor ArcGIS Pro. Dus dezelfde functionaliteit kunnen we ook gebruiken in ArcGIS Pro. Ik heb dezelfde data hier beschikbaar, de vliegtuigbewegingen en onder de Analysis ribbon vinden we hier de GeoAnalytics tool terug. Dus ook hier kunnen we bijvoorbeeld de data op dezelfde manier gaan summarizen. We hebben bijvoorbeeld ook een reconstruct tracks uitvoeren. Tot zover de demo rondom GeoAnalytics. Dan gaan we naar Insight for ArcGIS. Insight for ArcGIS is een nieuwe webapplicatie binnen de ArcGIS Enterprise 10.5 omgeving. Een nieuwe webapplicatie die er visueel en intuïtief uitziet om eenvoudig je data te bekijken, om daar dynamisch analyses op uit te voeren. Data kan worden weergegeven op cards en cards worden geplaatst op pagina's, op pages. En pages zijn onderdeel van een workbook. In iedere card kan een bepaalde verschijningsvorm hebben. Dat kan een kaart zijn, maar dat kan ook net zo goed een grafiek of een tabel zijn. En die kunnen interactie met elkaar hebben. En vervolgens alles wat we op een pagina uitvoeren, dat wordt vastgelegd in een model. Zodat we later dezelfde stappen met misschien andere data of geüpdate data opnieuw kunnen uitvoeren. De input voor deze nieuwe webapplicatie. Dat zijn velerlei. We kunnen gebruik maken van feature services die vanuit het portaal gedeeld worden.
kunnen gebruik maken van databases, bijvoorbeeld een SQL Server database of een SAP HANA database. Maar we kunnen ook gebruik maken van diezelfde big data die we in de Geoanalytics omgeving hebben gezien. En tenslotte kan de input ook in de vorm van spreadsheets worden aangeleverd, bijvoorbeeld een Excel sheet. Zodra de data is toegevoegd aan Insights, kunnen er allerlei interactieve analyses mee gedaan worden. Vanuit de kaart kunnen we bijvoorbeeld ook hier weer een aggregatie uitvoeren, of bijvoorbeeld buffers gaan genereren, of kijken wat er zich in de buurt vindt van. We zien dat deze analysefuncties op twee manieren getoond worden. Zeg maar wat we gisteren gewend is door middel van tools. En voor de wat minder geomensen vanuit de vraagstelling. Hoe is iets gedistribueerd? Wat is de relatie tot andere objecten? Zodra je op een van die vragen klikt, komen volgens de bijbehorende GIS-analyses tevoorschijn. Goed, wat zit er in de eerste versie van Insights? Functies om ruimtelijke analyse uit te voeren. Special filter uit te voeren, special aggregation. Wat vinden ze zich in de buurt van? Maar ook bijvoorbeeld om ruimtelijke koppelingen te maken tussen verschillende datasets. De data kan ook op administratief gebied worden bekeken. Dus administratieve data kan een samenvatting worden gemaakt. Maar de data kan ook bewerkt worden door nieuwe velden toe te voegen en daar weer op te gaan filteren. Zodra er in Insight een pagina is aangemaakt, kan deze gedeeld worden. De pagina kan gedeeld worden, een individuele kaart kan gedeeld worden, maar ook de workflow template kan gedeeld worden met andere gebruikers binnen het portaal. En dus ook hier zie je weer de kracht van het portaal. Alle onderdelen die in Insight aanwezig zijn, in Insight Viewer, die kunnen met één druk op de knop gedeeld worden met allerlei groepen binnen je organisatie. Ook de dataset zelf, de resultaten zeg maar, kunnen als feature layers, als hosted feature services, direct gedeeld worden binnen de organisatie. Ten slotte kunnen Insight pages ook bijvoorbeeld worden toegevoegd aan externe webapplicaties. Uw eigen webapplicatie, maar het zou bijvoorbeeld ook in een StoryMap kunnen worden opgenomen. Goed, laten we maar even kijken hoe Insight eruit ziet. Zien is denk ik geloven. Ik heb hier een voorbeeld waar er een pagina beschikbaar is. We zien een aantal cards zien hier staan in de vorm van grafieken, verschillende type grafieken, in de vorm van een tabel. Maar bijvoorbeeld nog geen kaart. En in dit geval gaat het om de data van aardbevingen die sinds 1911 tot heden hebben plaatsgevonden op het Nederlands grondgebied en een stukje van België en Duitsland. Deze data wordt als open data door het KNMI beschikbaar gesteld. Ik zou nu bijvoorbeeld een nieuwe kaart kunnen maken. Een nieuwe kaart kunnen maken waar we een kaart op tonen waar de verschillende bevingen in Nederland hebben plaatsgevonden. We zien aan de linkerkant de dataset weergeven, waar een aantal velden in zitten. Er zit een datum in, er zit een locatie, een plaats in. Er zijn twee kolommen waar de latitude en longitude in zit. Dus een diepte, een magnitude en een type beschikbaar. Maar wat we nog niet hebben is de zogenaamde geometriekolom. En vanuit Insight kunnen we heel eenvoudig dat uitvoeren door de functie enable location te pakken. We kunnen dat doen op basis van adressen, maar we kunnen dat bijvoorbeeld ook doen op basis van coördinaten. Ik selecteer de twee velden waar de x- en y-waarden in zitten en vervolgens klik ik op run. En wat we dan zien is dat alle bevingen zeg maar voorzien worden van een coördinaat. En die kunnen we vervolgens gebruiken om een nieuwe kaart te maken. En we zien nu een kaart met alle bevingen die hebben plaatsgevonden in Nederland en gedeeltelijk in België en in Duitsland. Deze data kunnen we eenvoudig gaan visualiseren door bijvoorbeeld het attribuut type te pakken en te slepen op de kaart. Of wat we kunnen doen is hier een nieuwe kaart van maken. We kunnen bijvoorbeeld een kaart en type pakken en dat
als een nieuwe map weergeven. En dan krijgen we op deze manier de visualisatie te zien, die zeg maar overeenkomt met de data die we hier zien. He, dus de bevingen die in Groningen plaatsvinden, dat noemen we zogenaamde niet natuurlijke bevingen, geïnduceerde bevingen, versus de bevingen die plaatsvinden in het zuiden van het land, die veroorzaakt worden door tektonische bevingen, door tektonische. Ja. Oké, en wat we zien is dat er een verband is tussen de verschillende kaart. Zodra je wat aanklikt, verschijnt wat in de andere kaart. We kunnen nu deze data ook bijvoorbeeld gaan aggregeren. Ik heb hier bijvoorbeeld een set met geografieën, bijvoorbeeld gemeentes. En die kan ik gebruiken om die data te gaan aggregeren of om bijvoorbeeld te gaan selecteren. Voordat ik dat doe, zal ik eerst even zorgen dat de selectie uit is, zodat we alles weer in beeld hebben. En nu gebruik ik in eerste instantie de gemeentelaag om te gaan filteren. Wat er dan gebeurt, is dat alleen die bevingen die op het Nederlands grondgebied zijn, overblijven. Vervolgens kan ik bijvoorbeeld dezelfde gemeentelaag pakken om een aggregatie uit te voeren. En wat er dan gebeurt, is dat per gemeente het aantal bevingen wordt getoond en direct op de kaart wordt weergegeven. Deze gegevens kunnen we vervolgens weer in een tabel gaan weergeven. Dus we kunnen hier een tabel van weergeven. En nu zien we het aantal bevingen die hebben plaatsgevonden. En zo springt bijvoorbeeld Slochten eruit. Of Loppersum. Vrij frequent in beeld. En op tv ook in het nieuws. Nou, dit is dus een voorbeeld van Insight. Ik kan deze pagina omdraaien en zien we de hele workflow die uitgevoerd is, zien we hier weergeven. Ten slotte kunnen we dit ook gaan delen. We kunnen het model gaan delen, maar we kunnen ook de pagina gaan delen. Zodra we dat doen, kunnen we dat delen met mensen binnen de organisatie of binnen een bepaalde groep. Zodra we dat doen, met de hele organisatie doen en we drukken op de share knop, dan krijgen we de mogelijkheid om die data weer te geven. Er komt even geen share optie. Probeer het zo nog even. Maar daarnaast bestaat de mogelijkheid om met embedded code te werken, zodat je dat in je eigen website kan opnemen of bijvoorbeeld te delen in een story map. En een voorbeeld hiervan wil ik hier laten zien, die ik al eerder heb aangemaakt. We hebben hier een story map waarin ik een aantal pagina's heb. En op de eerste pagina heb ik bijvoorbeeld de eerste twee cards weergegeven. Pagina 2, zodra ik daar op klik, verschijnt de informatie. En ook hier is er weer dezelfde cards die we net in Insight hebben gezien, die hier nu gedeeld zijn. En zo kan ik als het ware door mijn boek heen lopen, door mijn story map heen lopen en de informatie gaan bekijken. Dus zo kan je voor een veel groter publiek je analyse die je in Insight hebt gedaan, gaan delen. En ook hier zien we weer dezelfde mogelijkheden terugkomen. Goed, tenslotte. Nog één dingetje rondom ArcGIS Enterprise. Vanaf ArcGIS Enterprise zijn er twee type named users. Een level 1 user is een nieuwe user die geïntroduceerd wordt en is vooral bedoeld om content te kunnen gaan bekijken. Het is meer een viewerrol. Deze level 1 named user heeft niet de mogelijkheid om eigen content te maken. Daarvoor kom je bij een level 2 named user uit. De level 2 user is vergelijkbaar met de named users die u nu al had in 10.4 en 10.3. En die dus content kunnen maken, bekijken en ook delen. Maar voor de named users, zeg maar, die puur en alleen de resultaten, bijvoorbeeld van Insight, willen gaan bekijken, is nu deze nieuwe level 1 userrol beschikbaar. Samenvattend. Waar bestaat ArcGIS Enterprise uit? Uit een aantal softwarecomponenten. ArcGIS Server, de portal, de webadapter en de datastore. We onderkennen een aantal serverrollen, de standaard GIS serverrol en een drietal optionele serverrollen, namelijk de image server, de geovent server
en de Geoanalytics server. We hebben twee named user levels om gebruikers toegang te geven tot het portaal. En tenslotte zijn er een drietal data stores. De relationele data store om je vectordata op te staan. En voor je big data is daar de spatial temporal data store. Dit was het einde van het webinar. Dank iedereen voor het luisteren.